Vandaag laat ik jullie graag zien wat nou precies de functie is van dit advanced veld, wat hier staat voor tekst. Nou, om het jullie nou goed te kunnen laten zien, moet ik eerst even het lettertype veranderen. En dat verander ik naar een multilayer lettertype. In dit geval kies ik voor Art Deco. En waarom ik voor een uh, meerdere laags lettertype kies, dat zul je zo meteen zien. Als ik nu naar de functie advanced ga, dan heb ik drie functies. Ik kan als eerste de letters Ungroup to Letters doen. En op dat moment maakt hij iedere letter met zijn drie achterliggende lagen los. Je ziet dus in het zijpaneel opeens een hele hoop lagen verschijnen. Van iedere laag zijn echter wel twee lagen onzichtbaar. Die kan ik aanzetten. Als we bijvoorbeeld even naar de B kijken en ik zet hem aan, dan zien we de B hier bij Teddy B. Helemaal gevuld worden. Je kunt hier een beetje mee spelen om te kijken wat jij zelf een mooi effect vindt. Je kunt het ook gewoon uit laten staan. Doordat ik nu alle letters uh, los heb gemaakt van elkaar, maar nog wel steeds in de tekstfunctie zit, kan ik ook één letter aanpassen naar een ander lettertype als ik dat zou willen. Dus ik kan nu die W, kan ik bij wijze van spreken, um, naar een magnolia zetten. En heel groot maken en die ervoor zetten, en zo kun je een heel hele andere look geven aan een zin die je maakt. Nou, passen deze twee natuurlijk niet denderend bij elkaar, maar gewoon even om je puur een beeld te geven. Oké, okay, dat is dus een group to letters. Als ik dat even ongedaan maak, ik klik erop en dan gaan we naar de volgende optie kijken: een group to lines. Nou, wat betekent dat nou? Het betekent dat ik hem uh, degroepeer terug naar de uh, zinnen. Dus als ik nu op Ungroup to Lines klik, dan is de bovenste zin is één laag en de onderste zin is één laag. En die zie je nu ook gesplitst in het laagpaneel. Ik kan nu dus de onderste zin een ander font geven. Kan ik ook even Magnolia kiezen en die vervolgens hier neerzetten. Op die manier kun je vrij makkelijk dus ook weer spelen met een hele andere look. Nou, maak ik ook weer even ongedaan. Ook even de splitsing, zo ze zitten weer in één. En als als laatste hebben we ook nog de functie ungroup to layers. Als ik daarop klik, dan zet hij alle lagen open. Maar nou zie je, hier zag je niks veranderen. Maar hier zie je die twee lagen verschijnen, maar die staan dus allebei op onzichtbaar. En nu, als ik ze allebei zichtbaar maak en ik haal ze er vanaf, dan zie je dat in dat bestand meerdere lagen zitten. Nou, hier kun je zelf uh, meerdere dingen mee maken. He, dus je zegt bij wijze van, spreken van: Nou, ik vind dit juist het mooie uh, lettertype. Ik wil dit niet, ik wil dit. Je kunt ook deze gaan combineren met elkaar. Want vaak, als je ze over elkaar heen legt, kijk, dit is een contourfunctie die erop zit. Je kunt daardoor hele andere effecten bereiken. Kijk, op het moment dat ik hem zo neerzet. Dan geeft hij net een beetje een schaduw-idee. Deze kan erbij, heb je weer een ander effect. En zo kun je hiermee spelen. Heb je nog vragen? Zet ze hieronder in de comments. Of stuur me een e-mail op mail.teddyb.nl. Vond je het filmpje leuk en heb je er wat aan gehad? Klik dan op het duimpje. En abonneer jezelf op mijn kanaal, zodat je automatisch updates krijgt als er weer een nieuwe tutorial is. Tot snel!